In deze aflevering van Hardware Info TV. Wat mag je verwachten als je eindelijk gaat upgraden vanaf een AMD FX? Welkom bij Hardware Info TV. Tijd geleden hadden wij een uitzending waarin we uit de doeken deden wat je nou precies mag gaan verwachten als je gaat upgraden vanaf een Intel Haswell processor. Maar er zijn natuurlijk nog mensen die een ouderwetse AMD FX hebben. En vandaag is dat het onderwerp. En gaan we kijken welke prestatiewinst je mag verwachten als je van zo'n AMD FX gaat overstappen naar een moderne Intel Coffee Lake of natuurlijk naar een AMD Ryzen. Ja, AMD FX, dat is een interessant onderwerp. Kwam oorspronkelijk in 2011 op de markt. Was, nou, laten we het vriendelijk zeggen, niet het grootste succes ooit. Nee, ja, het kon niet echt deuk in een pakje boter slaan ten opzichte van wat Intel op dat moment in het aanbod had. En het was een architectuur die ook wel een tijdje in ontwikkeling is geweest. Dat hebben we bij Ryzen natuurlijk gezien. Dat maak je niet in een half jaar, zo'n complete architectuur. Dus de verwachtingen waren hoog gespannen, maar het viel nogal tegen. Ja, het is eigenlijk bij AMD altijd hetzelfde. Ze zijn, ik zou bijna zeggen, de koning in een hype creëren. Dus ook bij die architectuur, die ook nog een briljante naam had, Bulldozer. Nou, daar waren mensen al jaren over bezig. En iedereen dacht, AMD gaat eindelijk weer een comeback maken, want als we de film nog iets verder terugspoelen, en was natuurlijk begin van deze eeuw, had AMD de snelste processors met de Atom 64 processors van die tijd. Op een gegeven moment kwam Intel met de Core 2 Duo en de Core 2 Extreme. Nou, het was het feest van AMD voorbij. Ja. En eigenlijk alle AMD-liefhebbers hoopten, het komt weer goed. Nou, die boel was natuurlijk een beetje vreemd in elkaar, want het bestond uit modules waarbij je per module wel twee integer cores had, maar die deelden één floating point. Dus zeg maar in software die met gehele getallen rekent was het dan dubbele snelheid, maar in software met comma getallen was het halve snelheid. En ja, dat bleek niet zo'n goede zet. Want ja, die hele markt gaat natuurlijk meer naar multimedia, allemaal dat soort dingen hebben we gezien, games. En die maakten juist allemaal van floating point gebruik. Ja. Ik weet nog, in 2011, wij kregen die chip binnen na al die hype. Het was al een beetje vreemd, want tijdens de presentaties van AMD, want je raadt altijd bij zijn nieuwe architectuur, ga je naar een event toe. Event heel veel slides, maar vrij weinig grafieken. Dat was al verdacht. En toen we dat ding binnenkregen, ik was dat samen met collega's aan het testen. En die prestaties waren zo slecht, dat ik echt dacht, nou, ze hebben gewoon een kapot product opgestuurd. Dat kan niet kloppen. Ja. Wat contact gehad met wat andere journalisten. Welke scores krijg jij? Wat zie jij in 3D Mark? Wat zie jij in Cinebench? Uiteindelijk was het inderdaad wat het was. En bleken die bulldozer processors vaak nog langzamer te zijn dan de generatie daarvoor, dan de AMD Phantoms. Ja, dat was wel opmerkelijk dat de IPC-instructies per klok achteruit zijn gegaan. Dat is een gevolg geweest van andere keuzes die ze hebben moeten maken in het ontwerp. Ja. En dat is inderdaad een ander punt. Dit is dan een processor met 8 cores. Maar je zei het net al, de definitie van wat een core is die is in deze strekking van deze FX-processors vager dan ooit. Want waar trek je de lijn wat echt een core is en wat daar wel of niet een onderdeel van uitmaakt? Ja. Want dit waren voor Windows waren dit wel 8 cores. Net zoals dat een quad-core met hyperthreading ook 8 threads in Windows zelf heeft. Ja. Maar waar trek je inderdaad de grens van wat nou onder een complete core valt en niet? En dat hebben ze in het ontwerp slim opgelost door een aantal onderdelen te delen. Ja. En in games en andere single-threaded prestaties viel er best wel tegen. Ja, maar natuurlijk allemaal beloftes van Windows is hier nog niet helemaal geschikt voor. En de software moet daar beter mee omgaan. Dus eigenlijk AMD en ook de hele AMD gelovige gemeenschap, om het bij maar zo te zeggen, die zeiden van, we moeten gewoon geduld hebben, want op een gegeven moment komt het goed. Nou, gedurende de jaren zijn er ook nieuwe generaties van die processor uitgekomen. En dat is ook de chip waar we het vandaag over hebben, want de eerste generatie heette dan ook echt Bulldozer. Ja. Daarna kwam er een tweede generatie van die architectuur, Piledriver, met wat optimalisaties. Eigenlijk de belangrijkste problemen gingen eruit, maar echt het fundament konden ze niet meer aanpassen. En die Piledriver, dat is ook de basis van, wat we eigenlijk maar zeggen, de relatief nog meest succesvolle AMD FX-chip die er is geweest. Ja, met dat geoptimaliseerde proces, ze hadden sowieso wat uitdagingen, want GlobalFoundries, de partij die de processors bakt voor AMD, die had in een productieproces al een achterstand op wat Intel had. Intel kon veel kleiner met de transistors. Ja. Dus die uitdaging hadden ze al. En daarnaast het ontwerp met zoveel cores, met hoge kloksnelheden, daar was de architectuur op ingesteld. Die moest schalen met hoge kloksnelheden. Dat zorgt voor uitdagingen in het verbruik. En dat is gewoon een groot verschil geweest. Nou, de processor die we gaan kijken is de AMD FX 8370E. Dat is niet de snelste AMD FX. Er is op een gegeven moment een
uit mijn hoofd een 9590 geweest. Een processor met een 220 watt TDP. Die kreeg je echt, zeg maar, als je die kocht, kreeg je een brief van de Eneco erbij dat je hun favoriete klant werd. Ja. En die 8370, die is uiteindelijk zo'n beetje de laatste die is uitgekomen. Die was wel iets lager geklokt, maar die was tenminste qua energieverbruik nog zinnig te noemen, om het zo maar te zeggen. Dat was inderdaad de beste trade-offs. Dat had inderdaad niet de hoogste kloksnelheid. Had wel een relatief hoge single-core kloksnelheid. De basisklokssnelheid was niet zo hoog als ze bij andere CPU's inderdaad in die hoogste FX-serie hebben gedaan. Dus het was de beste trade-off van kloksnelheid, verbruik en prestaties en uiteindelijk ook prijs. Ja, en dan moeten we er meteen bij zeggen, daarna heeft AMD eigenlijk een beetje de moed opgegeven in dat segment van high-end of op zijn minst mid-range desktop processors. Want er is nog een derde en een vierde generatie van de Bulldozer architectuur gekomen. Steamroller en Excavator. Ja. Maar die hebben ze alleen maar in APU's gebruikt, in die chips met CPU en GPU's gecombineerd. Die is nooit meer in nieuwe FX processors terechtgekomen. Dus eigenlijk is dit tot aan Ryzen is die 8370 jarenlang eigenlijk de meest snelle luxe chip van AMD geweest. Nou, we hebben hem dus opnieuw getest. Ja. Dus eigenlijk in de benchmarks die we gaan kijken, dan moet ik ook zien of al die beloftes van de software wordt beter, of die ooit zijn uitgekomen. Precies, want wat we nu gebruiken aan software, Windows 10, als je het jaar geleden had over de software, is er nog niet klaar voor. Nou ja, we hebben hem opgegraven, om het zo maar te zeggen, deze oude FX. En gewoon met een nieuwe Windows 10 versie getest, om te kijken hoe die zich verhoudt tot Ryzen en Coffee Lake. Ja, en dat gaan we dus inderdaad bekijken. En dus inderdaad, als je nu zou gaan upgraden, bij AMD hebben we natuurlijk Ryzen, echte 8-core processors met alles 8-core en natuurlijk een volledig nieuwe architectuur. Veel over gehad in HTVTV en Intel heeft natuurlijk Coffee Lake in dat luxere segment met processors tot 6 cores. Nou, laten we maar beginnen met onze favoriete CPU benchmark, al is het maar omdat die zo lekker schaalt en het is op een knop drukken en dan komt er getal uit. Ja. Cinebench. Ja, Cinebench. Nou ja, tijdens de launch van Ryzen was het voor AMD ook de favoriete benchmark, want zo konden ze heel mooi laten zien wat voor sprongen ze hebben gemaakt en vooral met de single core prestaties die we hier aan de linkerkant zien. Ja. Ja, daar is gewoon echt een flinke sprong gemaakt. Dit zijn gewoon de processors op hun standaard instellingen. Maar dan zien we dus al dat de 1700, die een relatief lage kloksnelheid heeft, een stuk lager dan die FX8370, dat die al aan single core al een stuk beter doet. Bijna 50% sneller. Ja. En dat was dus ook echt toen het grote probleem van die FX-processors. Ik bedoel, zeker 5, 6, 7 jaar geleden was de software nog veel minder multithreaded dan nu. Ja. Dus waren die single core prestaties nog belangrijker. Nou ja, je ziet het. Daar was een enorme achterstand. En dat is nu dus inderdaad zo groot dat gewoon aan single core prestaties, als je zelfs een moderne Intel processor koopt, een Coffee Lake, is het zelfs een factor 2. Ja. Maar dat is ook multithreaded. Zien we eigenlijk, eigenlijk nog grotere stappen. Want ja, nogmaals, ook dit ding mag dan wel een 8 core zijn. We zeiden het al, in floating point, waar zeker Cinebench ook gebruik van maakt. Ja. Ja, zijn die verschillen gigantisch. Precies, de combinatie van floating point en dan kun je wel veel cores hebben, maar dat zijn veel zwakke cores. Ja, dat zet ook niet echt soda aan de dijk. Ja. Dan zien we gewoon dat een van de instap Ryzen 3's, die is 1300X, dat die er gewoon vrolijk voorbij schiet in de multithreaded benchmark. Ja, en de 1800X een factor 3 sneller. Ja, precies. Dat is echt een flinke vooruitgang. Ja. Nou, dat dan even tot Cinebench. Als we kijken naar content creation, het leuke daarbij was, dat was eigenlijk in de AMD FX-tijd misschien nog wel een van de weinige dingen waar je er nog van kon zeggen, daar zou die voor te overwegen kunnen zijn. Maar als je dus nog zo'n machine hebt, dan zie je aan deze benchmarks, is het ook echt wel tijd om te upgraden. Ja, dat zijn dus meerdere redenen. Opnieuw die zwakke cores eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Per klok krijgen de moderne processors veel meer werk gedaan. Ja. Dan zal het ook wel meespelen dat de moderne processors gebruik maken van DDR4 werkgeheugen. Dus als er wat heen en weer moet gestuurd worden, dan zal dat in de bandbreedte, dat zal hoger liggen, dat zal sneller gaan. Ja, En dan zien we gewoon dat die FX8370E niet zo heel veel voorstelt ten opzichte van de Ryzen's en Coffee Lake in deze benchmark. En ook bij Premiere Pro, dan hebben we het dus over video renderen. Ja, bij uitstek een benchmark waarvoor veel threads goed gebruikt kunnen worden. Maar ook daar zien we weer dat veel threads, maar zwakke threads, dat doet niet zoveel. En dan is het opnieuw een 1300X die al een flink stuk sneller is. En die 800X die is helemaal ver weg. Want wij testen hier hoe lang het duurt om 1 minuut van Hard Info TV te renderen. Dus 4 camera standpunten, kleurcorrectie, alles komt erbij. Nou, met een 1800X of een Coffee Lake duurt dat een kleine 3 minuten. Maar met zo'n ouderwetse FX ben je dus gewoon ruim 400 seconden bezig. Nou, echt gigantisch verschil.
Dan nog even wat single thread benchmarks. Ja, dan hebben we hier 7-zip. Dat is eentje die, waar de FX dan nog zich goed staande weet te houden. Ja. Aan de andere kant zie je dan ook dat de 8700K gewoon de meest high-end consumentenchip van Intel op dit moment toch wel echt een hele klap sneller is. Ja. Maar dat is eentje waar die dan wel uitspringt en waar die de integer cores waarschijnlijk dan wel weer goed kan gebruiken. Ja, maar dat is gewoon bijna een gelukkig voorbeeld. Want aan de andere kant zien we Word staan. Precies. Het omzetten van 1000 pagina's naar PDF. Nou, ik bedoel, de grafiek spreekt boekdelen. Ja. Het rode bakje zat zo laag onderaan dat het ook hier een gigantisch verschil is. Bij uitstek een single-threaded benchmark 1000 pagina's naar PDF en dan valt die door de mand. Ja. Veel van onze lezers en kijkers zijn gamers. Er zijn aardig wat gamesystemen destijds gebouwd met zo'n AMD FX processor erin. En ik denk dat als we die grafiek gaan bekijken, dat we ook hier wel echt kunnen zeggen, jongens, het is echt tijd om te upgraden. Ja, wat voor instelling je ook voor games gebruikt, dat hangt af van je persoonlijke voorkeur. In de benchmarks die we hier laten zien, hebben we even afgewisseld tussen medium en ultra. Ja. Om ook even te laten zien van wat de rol daarbij is. Ja, dus en, getest moeten we meteen bij zeggen, dus met een moderne GPU, een GTX 1080 Ti. Ja. Ja, dus daar zal de bottleneck niet liggen, denk ik, in dit geval. Maar goed, als we het alleen al op medium testen, waar de processor de beperkende factor zal zijn, dan zien we inderdaad, zeker in dit geval, dat die 8370, die redt het gewoon niet. De prestaties, de framerate is oké, het is speelbaar. Maar we zien gewoon dat het veel sneller kan. Ja. En als we dan Battlefield 1 aan de rechterkant bijpakken op ultra-instellingen, ja, daar speelt de videokaart een grotere rol, maar ook hier zien we weer dat het punt is dat die processor kan niet zoveel instructies verwerken, dat die ook waarschijnlijk de videokaart niet van voldoende instructies kan voorzien. Ja. Dus dat effectief die videokaart ook genekt wordt door de prestaties van de processor zelf. En we zien hier in de grafiek ook nogmaals, hebben we het vaker over gehad, dat toch wel Intel op dit vlak nog altijd een stapje voor heeft op AMD. Moet er natuurlijk wel bij zeggen, zodra je in resoluties gaat spelen waar de videokaart de bottleneck wordt. Dus met een GTX 1080 Ti ga je vermoedelijk niet in full HD gamen, ga je liever in WQ HD of in 4K. Natuurlijk, hoe meer je in de resolutie komt van de videokaart de bottleneck, hoe kleiner dat verschil wordt tussen Ryzen en Coffee Lake. En op een gegeven moment is dat verschil gewoon weg, omdat 100% die videokaart de bottleneck is. Precies, ja. Nou, nog wat andere games erbij. Nou, in Prey, Medium en Ultra, het verschil is hier wat kleiner, maar nog altijd rood onderin. Ja, we hebben hier eventjes de twee benchmarks van Prey naast elkaar gezet, opnieuw medium en ultra, om ook eventjes te laten zien dat als je dus inderdaad op wat vaak gezegd wordt, dat als je een game op medium speelt, dat het heel erg hangt op de snelheid van de processor. Ja. Dat hoe lager de kwaliteitsinstelling, hoe makkelijker de videokaart mee kan komen. En in het geval van Prey lijkt het toch iets anders te zitten. Want als je de kwaliteit opschaalt naar ultra, dan wordt het verschil tussen die FX 8370E en Coffee Lake en Ryzen wordt groter dan in medium. Ja. Dus dat gaat in dit geval niet altijd op. En in beide gevallen zien we in ieder geval dat de paaldriver achterblijft. Ja, en dan heb je naar een AMD FX processor die zich qua prestaties kan meten met eigenlijk een Intel Pentium of een AMD Ryzen 3. Ja. Nou, processors die niet bepaald duur zijn. Ja, en dan heb je misschien Pentium prestaties, maar niet bepaald voor een Pentium stroomverbruik. Nee, dat is inderdaad dan toch weer het dubbele van wat Ryzen's doen. En die Coffee Lakes die zijn in idle althans echt een fractie van wat deze FX dan doet. Ja. Ja, in Premiere Pro zit het iets anders als we dat vergelijken met de 1800X, wat ook een van de meer high-end consumentenprocessors is van AMD, de moderne dan. In Premiere Pro is het verbruik nagenoeg gelijk. Ja. Alleen in de benchmarks hebben we ook gezien, is die gewoon veel sneller. Dus de prestaties per watt zijn veel beter. Ik wil zeggen, als je een taak in 1/3 van de tijd oplost, heb je dus maar 1/3 van de tijd zoveel stroomverbruik nodig. Dus je uiteindelijke stroomrekening is veel, veel lager. Precies. Je zou zelfs kunnen zeggen dat als je dat soort taken doet, dat zeg maar zo'n upgrade zichzelf gaat terugverdienen. Ja, alleen is het al om de vrije tijd die je in je leven overhoudt, wat ook al wat waard is. Dat je met zo'n taak sneller klaar bent. Ja. Toen wij een tijdje terug waren te kijken van heel veel mensen hebben een Intel Haswell van een vierde generatie core processor. En toen we daarna gingen kijken, is het nu tijd om over te stappen. Nou, dat was een verhaal, daar waren er wel wat haken en ogen aan. Want het is altijd een investering. Nieuw moederbord, nieuw geheugen, noem maar op. Ja. Dat geldt hier ook, maar ja, hier kun je toch echt wel stellen, als je nog een van de laatste bent die nog zijn AMD FX daadwerkelijk gebruikt, het is wel echt tijd om wat nieuws te kopen. Het is echt tijd om het nieuws te kopen, om mee te gaan met de tijd, om betere prestaties te hebben. Als je ook een goede aanbieding ergens tegenkomt van een gebruikte PC of iets nieuws waar een FX in zit, wij zouden het sterk afraden, want dit is toch niet meer toekomstvoorbereid. Ja. Als we kijken naar hoe Ryzen en Coffee Lake nu doen,
dan zien we dus wel een groot contrast met hoe AMD met deze FX er destijds ten opzichte van Intel voor stond. Ja. Het verschil in productietechnologie, productieprocedé is veel kleiner geworden. Dus de concurrentie is enorm toegenomen. Ja, dat is voor de consument alleen maar goed nieuws. Dus je hebt genoeg keuze uit die de line-up van Ryzen en Coffee Lake. En inmiddels kunnen we eigenlijk stellen ten opzichte van deze FX 8370. Wat je ook koopt, je gaat erop vooruit. En dan kunnen wij het verhaal AMD FX eindelijk afsluiten. En daarmee sluiten wij ook deze aflevering van Hardware Info TV af. Wij zijn er op maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken. Tot de volgende keer.